En de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, André Mizikaba, is met een landelijke inventarisatie van alle Soesavu-gebouwen gestart. Een groot deel van deze gebouwen is vervallen. Mizikaba vindt dat het personeel van dit ministerie in prettige kantoren moet werken. De medewerkers van het hoofdkantoor aan de waterkant krijgen daarom op korte termijn een andere pand. Ik denk dat we de komende week het besluit gaan nemen op een aantal opties. En maandag moeten we nog één zien en daarna gaan we definitief besluit nemen waar we gaan en dan zetten we het traject in. Wat gaat gebeuren met het oud gebouw? Het oud gebouw is een monumentaal gebouw, staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Dus het zal gerenoveerd moeten worden. Dit soort gebouwen kan je niet, you can't tear it down. Je moet het echt op een bepaalde bij procedure zeg maar aanpakken. En dat zal verder dan met de commissie die daarover gaat bekeken worden. De minister vertelt verder dat er reeds een budget is vrijgemaakt voor een nieuw pand voor het hoofdkantoor. De Raad van Ministers heeft zijn voorstellen ten aanzien van de verhuizing en inventarisatie ook goedgekeurd. In elk geval voor de verhuizing is er wel een budget, ja. Het verhuizing en dus het nieuw pand waar we gaan betrekken, intrekken. Dus daarvoor is er wel een budget, ja. Hoe groot is het personeelsbestand hier op het hoofdkantoor, meneer Mizikaba? Totaal ministeries, om en bij 2600. Ik weet niet precies hoeveel mensen hier uit het hoofd zijn op het hoofdkantoor, maar het zal, ik dacht in de orde, misschien van 200 zo zijn. Alles minister André Mizikaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting over onder andere de verhuizing van het personeel van het hoofdkantoor.